Ik heb al altijd graag gekookt en met eten en voedingswaren bezig geweest. En toen ik de kans had om die pakslager te volgen, zit er ook een gedeelte traiteur in, zit charcuterie in, het is allesomvattend. Ben ik daar direct op die boot gesprongen, en, het was wel echt mijn ding. Jimmy is zeer leergierig, dat is een zeer groot pluspunt van Jimmy. Je kan zeer goed in de roep werken. Je wilde iets nieuws in zijn leven en je is er echt in geslaagd voor dat nieuw beroep aan te leren, want het is zeker niet gemakkelijk voor dat aan te leren, dat is echt niet makkelijk. Ik vond de opleiding heel goed, hij is een beetje allesomvattend. We hebben zowel traiteur gezien als charcuterie, als vers vlees, alles zat erin. De moeilijkheid aan een goede slager te zijn is dat je dingen vanzelf ziet. Het zijn allemaal verse producten die je in handen hebt. Je moet weten dat je moet hygiënisch werken, traceerbaarheid is zeer belangrijk dat vandaag. Dat zijn in feite veel aandachtspunten die juist maar in de voeding gebruikt worden. Het voordeel van ons is in feite dat we een nieuwe slager kunnen opleiden. Dat is in feite het grote voordeel, want het zijn al slagers tekort in België. Het is echt een knelpuntberoep gekomen. Ondertussen mag ik zeggen, zodra mijn stage afgelopen was, heb ik daar mijn contract gekregen. Mijn ambities voor het moment daar blijven waar ik ben. Ik zit daar goed. En hopelijk een langdurige relatie opbouwen met de slager.